dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een game video. En dit is dan Minecraft. Heel veel mensen spelen Minecraft, maar dat maakt niet uit. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. We gaan vandaag Minecraft Skyward spelen. Als jullie het nou leuk vinden, dan ga ik er gewoon een serie van maken. En dan gaan jullie heel vaak dit zien. En ook nog vlogs en zo, dat komt er ook nog allemaal aan. Maar ik dacht, laat ik gewoon een video maken daarover. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. We gaan lekker beginnen met het eerste potje. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Er liep iemand door mij heen. Ja, en dan zijn we in het potje. En ik zie al dat het heel mooi met zand en zo. En het ziet er hartstikke mooi uit. Dus dat wordt hartstikke leuk. Het wordt allemaal zo leuk nu, hè. Serieus, hè. Zeker weten. We gaan gelijk beginnen. Ik heb nog niet eens afgeteld. Jullie zien nou van die pijltjes. En dat is dan even jammer. Want die pijltjes, ik weet niet hoe je die weg moet doen. Dus daar zou ik heel even snel zo doen. Want anders gaan andere mensen mij eraf schieten en zo. Alleen het lijkt net of het geluid minder synchroon loopt dan iets anders. Maar ja, maakt niet uit. Even kijken. Ik kan boots aandoen. Jawel. Ik kan... een shirtje aandoen. En ik heb echt geen goede zwaard of zo. Daar kan ik echt wel een beetje helemaal gek van worden. Maar kijk eens wat dat is. Wat dat is. Gutver de nutver. Oh, dat gaat niet. Dat gaat niet. Oh shit. Dan gaat hij mij straks killen. Het is een taartje. Hartje. Wow. Zag je dat? Ik sloeg gewoon een cactus. Jawel hoor. Even kijken. Dan gaan we even kijken wat ik nog allemaal kan gebruiken. Pijlen kan ik gebruiken. Heeft Arthur een pijlenboog? Nee hoor, dat heeft Arthur niet. Misschien kan ik even een ex bouwen. Een ex bouwen. Serieus, Arthur. Dit is echt heel erg. Ik heb deze ook nog. We gaan eens even met mijn blote vinger of hand of weet ik veel wat het is. Gaan we even gewoon... Ik moet me wel even beschermen. Want ze kunnen mij zeg maar... Dat kan ik nu even uitleggen aan jullie. Ze kunnen mij dus met de pijl en boog kunnen ze me wegschieten en zo. En ik vind dat niet zo leuk als ik dat al bij het eerste potje heb zeg maar. Ik ben niet pro jongens. Dus jullie kunnen echt niet zoveel verwachten van mij. Maar jullie mogen gewoon reacties achterlaten... Hoe ik zeg maar beter Skywars kan gaan spelen. Misschien is dat wel heel erg leuk om te doen. Want ik moet ook nog leren. Oh fuck. Dan ben ik zo erg bezig met dat verhaal. En dan staat er opeens iemand achter me. En dan... Gut voor de nut, zeg. Dit is echt heel erg. We gaan gewoon naar het volgende potje. Ja hoor, we zijn al bij het volgende potje. Ja hoor, vandaag is het lekker weer in Minecraft. Tuurlijk. En ja, inderdaad. Het is een soort van graswereld. Weet ik veel hoe je dat noemt. Ja, en we moeten gewoon proberen te overleven als een stel bazen. Even kijken. Oeh, er wou iemand al mee een soort van wegketsen als een baas. Maar dat ging niet natuurlijk. Dat begrijp je natuurlijk wel. Even kijken. Ik heb een enderpul. En een go... Nou, lekker. Lekker zeg. En zou ik gewoon naar het midden gaan? Nee, ik ga niet naar het midden. Want dan word ik er weer afgeduwd en zo. En dan ben ik niet blij. Omdat dan... Laten we het gewoon niet doen. Even kijken. Ik heb echt... Spul wat je denkt. Ik moet wel even kijken of er niet mensen staan op mijn eilandje. Want anders ben ik weer fucked up. En dan ga ik weer die fout maken die ik daarnet gemaakt heb. En dat moeten wij dus echt even niet gaan doen. Daaronder zie ik allemaal iron. Misschien kan ik met hout kan ik een iron sword maken. Zo fucking handig. Zo super handig. Zekers. We gaan... What the fuck, wat doe jij? Ga weg. Ik ben zo fucking slecht. Oh, dit is zo erg, jongens. Die kan ik gewoon niet tegen. Ja, wat lopen jullie nou weer te kijken, joh? Gutverdutver. Ik ben echt niet blij, hoor, dat ik gewoon dood ben gegaan. Hè? Ga maar zo kijken, inderdaad, hè? Superman. 203. Laat maar. 2000. Dit is alweer potje 3.
3, jawel, 3 inderdaad. En ja, het is weer lekker weer hier op Minecraft, dat zie je wel natuurlijk. En ja, we gaan gewoon nu proberen te ownen. Ik zeg de hele tijd al en het gaat gewoon niet goed. Maar ja, we gaan het proberen. Ik heb een diamond en dat is wel hartstikke mooi. Zo, ik moest even een boertje laten. Dat doe ik eigenlijk bijna altijd. En ik heb een axe en een enderpearl. Dat kunnen we ook weer gebruiken. Gaat hartstikke goed. We hebben hout, dus we kunnen snel een zwaard maken. Maar ik denk dat deze pickaxe gewoon super handig is. Dus we gaan geen zwaard maken. Misschien kunnen we even teamen met iemand. Dat iemand zegt van, yo, ja, teamen, oké. Iedereen negeert me. Is goed. Even kijken of ik weer armor aan kan doen. Even kijken, zoiets. Wow, ik heb er 1 al verspild. Even kijken. Ik ben hier in het midden, maar ik moet wel even opletten. Kan je nog niet eens een motherfucking ei naar me toe schieten als een gek? Nee, dat kan die niet. Nou, even kijken. Dit is ook weer dicht gebouwd. En ja, het is gewoon een soort van bevrediging dat het is gebeurd. Het is gewoon dicht gebouwd. We gaan even dit doen, want ik wil heel even snel kijken wat ik allemaal nog heb. Heb ik wel überhaupt goede spulletjes? Ik zit zo te denken van, waarom heb jij die spulletjes? Die gozer is daar nog. Hoeveel mensen zijn eigenlijk over? Ja, er zijn best wel veel mensen nog over. Nu zie je dat pijltje. Helaas, pindakaas. Ik kan er niks aan doen. Het is heel vervelend. En het is heel erg stom. Maar ik kan er gewoon even helemaal niks aan doen. Ik denk dat ik er echt word afgegooid. Is dat iemand die nu dood is? Jongens. Arthur heeft gewonnen. Yes. Arthur heeft gewonnen. Yes, Arthur heeft gewonnen. La 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 la. Arthur heeft gewonnen. Jongens, leuk dat jullie hebben gekeken naar de video. Doe alvast een duimpje omhoog. Ik heb gewonnen. Hartstikke leuk, hartstikke fijn. Ik hoop dat we lekker veel duimpjes omhoog kunnen halen. En ik zie jullie weer volgende week met een vlog of een game video. Weet ik nog niet. En dan zie ik jullie weer later.